Hartelijk welkom bij aflevering 5 van Camper TV in actie. Het gaat snel hè, de 5e aflevering alweer. En we staan in Olhou. We staan op de camping. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat we van onze plek afgingen. We hebben inmiddels een nieuwe plek gekregen op de camping. Dat komt goed uit, want we gaan vandaag een uitstapje maken. We gaan een eindje rijden. Vanavond komen we weer terug op de camping. En we gaan jullie zo laten zien waar we naartoe gaan. Ja, we staan op een voor ons wel heel bekend plekje, want we staan namelijk bij het vliegveld van Faro. En precies de plek waar ik sta, daar achter ons, daar hebben we vorig jaar tijdens onze vorige overwintering maar liefst 16 dagen doorgebracht. En wat hebben we een fijne tijd gehad, wat hebben we een mooi weer gehad. Eigenlijk hetzelfde als nu. En ja, hoe zit het nu? Het wemelt van de campers, het staat helemaal vol met campers, caravans, tentjes staan er zelfs. En wat ook nieuw is, er staat een bord voor bij de ingang dat het verboden is voor campers en caravans. Niet om te overnachten, maar helemaal verboden voor caravans en campers. Dus officieel zou je er niet eens in mogen rijden. Nou, het bord staat alweer helemaal scheef, het is alweer bijna omgevallen. En als ik zo om me heen kijk, dan betwijfel ik of iedereen vanavond wel weer weggaat. Nou, wij gaan dat natuurlijk wel weer doen, want we gaan vanavond terug naar de camping. Maar het is wel heel leuk en heel bijzonder om hier toch nog weer even terug te komen naar de plek waar we zoveel mooie herinneringen aan bewaren. En zo zijn we vandaag dus even tussendoor lekker een dagje ouderwets aan het camperen. Potje koken, lekker buiten zitten en vanavond dan gaan we weer terug naar de camping. En dan weten we zeker dat ons plekje nog vrij is. We laten dit zien ten eerste omdat we er gewoon zin aan hadden. Maar ten tweede om ook duidelijk te maken dat je dus gewoon niet verplicht bent op die camping te blijven. Ook niet als je met een camper bent. De mensen denken wel eens met een caravan is makkelijker, dan pak je de personenauto en dan ga je een stukje rijden. Nou, met een camper kan dat net zo goed. Met een buscamper is het natuurlijk sowieso makkelijk, maar ook met onze camper is het geen enkel probleem om een dagje wat anders te gaan doen. Je komt 's avonds weer terug op de camping, je plekje is er dus nog. Ja, hoe comfortabel wil je het hebben? We hebben een heerlijke dag gehad vandaag hier op het parkeerterrein in Faro. Ik heb lekker vliegtuigen kunnen spotten, we hebben lekker gegeten, wil maar even van de zon kunnen genieten. En nu is het tijd om weer terug te gaan naar de camping en sluiten we deze dag weer af. Na de vrije dag gisteren hebben we vandaag een excursiedag. En die excursie die wordt helemaal genoemd in de app die we gekregen hebben. En ik zal jullie eens even vertellen wat daar staat. Er staat dat wij om 9:15 gaan verzamelen. Dan gaan we met de bus naar de kurkfabriek. Dus daar ga ik straks nog wel iets van vertellen. Dan krijgen we een rondleiding. En dan staat er dat wij om 10:45 naar Tavira rijden. Daar hebben we een lunch. Die is niet inclusief trouwens, dat staat ook in de app. En dan hebben we de hele middag de tijd om in Tavira rond te lopen. En aan het eind van de dag, dan moeten we weer verzamelen. Dan gaan we wel gezamenlijk koffie drinken. Dat is wel een onderdeel van de excursie. En dan gaan we met de bus weer terug naar de camping. En dit staat allemaal in de app die je voor de tijd al krijgt. Maar onze reisleiders zijn heel attent en die vatten dat ook nog even samen in een appje, in een WhatsAppje. En dan is het heel handig om te zien wat ga je doen vandaag en hoe laat word je ergens verwacht. Ik wil nog een compliment maken voor de reisleider. Toen wij aankwamen op deze camping waren er een aantal groepen en waren we beperkt met het uitzoeken van onze plaats. Nu zijn de andere groepen vertrokken en was er weer wat meer plaats op de camping. En de reisleider heeft ervoor gezorgd dat we van een plek in de schaduw nu naar een plekje in de zon gaan. En als je ziet, het is nog maar net 9:30 en ik zit al heerlijk in de zon. Nog even tot 10:00, want dan gaan we vertrekken. Ik heb er heel veel zin in. Ja, wat verwacht je van vandaag? Sowieso een heel mooi weer hebben, hè? Dus dat is mooi. En dan gaan we de kurkfabriek bezichtigen. En ik weet bij God niet wat ermee de bedoeling was. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal hier maken van kurk. We krijgen
kregen een rondleiding in de krupfabriek in Saalbras de Alpertel. The pork, it's a product that have different kinds of qualities, and we have a big quantity of pork. Then it's glued together in a textile inside to be more strong. We krijgen uitleg over verschillende soorten kwaliteit van kurk. We zijn begonnen met kwaliteit nummer 6. Dat is eigenlijk de slechtste kwaliteit. Maar daar maken ze bijvoorbeeld wandbekleding van. Kwaliteit nummer 2, dat zijn de kurken op de flessen. En de beste kwaliteit, nummer 1, daar maken ze de kurken voor de champagneflessen van. Hallo. Okay. Merci, welkom. Okay. No mussels. Ja, no, no. Wil je je handen dichtbij doen? Oh, ja. Oh, cherry. Zie je? Oh ja, ja. Zie je? Een beetje snijden meer. Dit is een stuk onbehandeld kurk. Zo komt het van de bomen. Dat was een interessante excursie hoor, in die kurkfabriek. Nooit geweten dat er zoveel soorten kurk zijn en wat er allemaal mee gemaakt kan worden. Maar ja, ondertussen hebben we natuurlijk wel trek gekregen. En gelukkig, de bus heeft ons afgezet in Tavira, een voor ons bekende plek. We gaan eerst een hapje eten en dan gaan we weer verder. We hebben nou ook een heel mooi berg gehad, ja. In die maanden dat we weg waren. Nou, daar zitten we dan midden in een parkje in Tavira, een beetje uitbuiken van het heerlijke eten wat we net hebben gehad. En we krijgen een beetje accordeonmuziek op de achtergrond. Ja, je kunt echt merken dat het voorjaar begint te worden. Het is al in de loop van februari en het wordt warm, de zon krijgt kracht. 2 jaar geleden waren we hier ook en toen was het een stuk minder warm. En dit hebben we nog niet meegemaakt, dit weer zo, hè? Nee, eigenlijk zo warm als dit in deze periode, nee. In Nederland zouden we zeggen, het is vandaag best een warme zomerdag. Een warme voorjaarsdag, denk ik. Ja, maar in Nederland voelt dat als een zomerdag, ja, denk ik. Ja, want zo warm is het wel al. Ja. Maar toch 4, 25, denk ik, hebben we wel. Ja. Nou, het is 2 uur. We hebben nog 2 uur de tijd om verder Tavira te gaan verkennen. Daarna worden we op koffie en een pastel de nata getrakteerd. Dat zit bij de excursie, heeft Wilma al gezegd. Dus we gaan kijken of er nog plekjes zijn die we nog niet hebben laten zien in Tavira. En het is sowieso natuurlijk altijd mooi om even hier te wandelen. Ach, met dit weer is het helemaal geen straf om door bekende plekjes te lopen. Ja, waar is de groep? Nou, de groep die zit verdeeld over allerlei kleinere groepjes. En sommige mensen gewoon met z'n tweeën. Verdeeld over allerlei restaurantjes, lekker te eten. En we komen ze tegen en we zeggen hallo en ze zeggen hallo terug. En, Ja, wij waren als eerste op een terrasje, dus we kregen heel snel eten. En de groep die direct na ons kwam, die heeft nog steeds niets en wij hebben het al op. Ja, maar je ziet dus, de groepsreis weer, hè, ik zeg het nog maar een keertje. Iedereen doet gewoon zelfs op zo'n excursiedag gewoon waar ze zelf zin aan hebben. Het enige wat we moeten doen is straks om 4 uur weer verzamelen. En even meer zingen met Bella Ciao. Bella Ciao. Van Casa de Papel. Als je die gezien hebt, dan ken je dit nummer. Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ik ken de woorden natuurlijk niet, maar de melodie is heel bekend. Bella Ciao, 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 Bella Ciao.
Dit vind ik het absolute hoogtepunt van een bezoekje aan Tavira. De ruïnes van het kasteel met deze uitkijktoren. En daar kun je zo opklimmen. En als je hierboven bent, dan heb je een prachtig uitzicht over de stad. Hoe laat is het? 4:05. Dan wordt het tijd om terug te gaan. En we gaan naar de afgesproken plek. Als het goed is, ontmoeten we daar de groep weer. En nog wel belangrijker. Koffie. Met? Pastel de nata. Pastel de nata, die is op. Ja, nou was ik toch de hele dag maar aan het verheugen op koffie met pastel de nata. Hoor ik toch net van de reisleider dat ze zijn uitverkocht. Tja, dan moeten we wat anders gaan uitzoeken. Vandaag hebben we opnieuw een vrije dag. En zoals je kunt zien, Wilma die is ook volop aan het genieten van de vrije dag. Zit lekker in het zonnetje haar boek te lezen. En eigenlijk klopt het niet helemaal, want we hebben niet helemaal een vrije dag. We gaan zo meteen de live uitzending doen. De livestream met daarin het vragenuurtje. Dat gaan we hier doen. We hebben gelukkig een hele grote plek. Dit is ook nog extra en hier heb ik alle apparatuur opgebouwd om straks de livestream te kunnen gaan verzorgen. Altijd spannend, zo'n livestream. En dan niet zozeer om de livestream te doen, maar meer nog of alles werkt. Of de verbindingen werken, of de aansluitingen allemaal goed zijn. En zo doen we dan die livestream. Meerdere MacBooks. Wilma die zit natuurlijk alle reacties te lezen. Ik doe een stukje presentatie. Zorgen dat het technisch hopelijk allemaal in orde is. Ja, en als de livestream erop zit, dan gaan we natuurlijk gewoon lekker genieten van de rest van de dag en van dit prachtige plekje. Het is nu 2:15, dus over een kwartiertje begint onze livestream. Hier op de hoek van onze plek zie je nog een high-tech schotel antennesysteem staan. Mochten jullie je afvragen of dat met de livestream te maken heeft, nee, helemaal niet. Dit is de schotel van de buurman en die heeft hem eventjes aan de kant gezet, zodat wij alle ruimte hebben. En als wij straks klaar zijn, dan zet hij hem weer op dat plekje neer. En dan kan hij vanavond weer televisie kijken en radio luisteren. Zo, de livestream die zit er weer op. Het was weer een succesvolle uitzending, vonden wij zelf. We hopen dat jullie het ook allemaal leuk vonden. En we gaan nu de spullen opruimen en genieten van de rest van de dag, want het blijft prachtig weer. Het is nu 4:30 middags. We zoeken iedere keer nog weer een plekje zon op. De zon die begint al wat lager te worden, maar we hebben mogelijkheden genoeg om iedere keer maar weer in de zon te zitten. Inmiddels zijn we wel een stukje opgeschoven, zitten we niet meer helemaal op onze eigen plek, maar ja, dit is een stukje niemandsland waar we hier zitten, dus kan gewoon, niemand heeft er last van. Goed, het is morgen de laatste dag alweer op deze camping en dan gaan we verder rijden. Maar eerst gaan we nog wat anders doen, we gaan namelijk wassen. Dat doen we bij voorkeur niet op de camping. Wilma zal morgen wel even uitleggen waarom dat is. En dan gaan we nog wat boodschappen doen en dan is het alweer tijd om door te rijden naar de volgende bestemming in deze reis. Ja, we gaan weer even een interview doen en deze keer met Wil en Rian. En waarom gaan we dat doen? Omdat Wil en Rian natuurlijk ten eerste hartstikke leuke mensen zijn, maar ten tweede omdat ze een hond mee hebben. Jip, jullie hebben hem al regelmatig voorbij zien komen in onze video's. En wij zijn nou zo benieuwd, hoe is het nou om met een hond zo'n groepsreis mee te maken? En daar gaan we eens even over praten. Ons bevalt het goed. Wij hebben de hond, toen wij die aanschaften, is nu 9 jaar. Toen hebben wij besloten van, nou, als we nog eentje aanschaffen, we krijgen steeds meer vrije tijd. Dan willen we dat we hem makkelijk mee kunnen nemen. Dus besloten wij ermee op cursus te gaan. Ja, dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Ze zeiden, toen wij op de cursus aankwamen met onze hond van, wat ga je ermee doen? Want een beagle leert het nooit. Toen zei Wil, nou, dan wordt dit de eerste hond die het wel kan. En inderdaad, het is allemaal goed gelukt. Hij is een paar jaar op cursus geweest en gaat altijd met ons mee op vakantie sinds wij de camper hebben. Je kunt heel makkelijk een hond meenemen. Je moet alleen bewust zijn dat hij bij bepaalde dagen zit hij van 's morgens tot 's avonds alleen in de camper. Want met een excursie mag je niet mee. Gaan we naar een restaurant met de groep, mag je niet mee. Maar dat is gewoon een kwestie van een beetje opvoeden. We zijn met alle excursies mee geweest. Omdat ze van 's morgens 8:30 tot 's avonds 5:00, 6:30. En dat kan zij heel goed overbruggen. Ja.
vorige camperreis hebben we ook gedaan met actie. Toen zaten we excursies van 's morgens 8 uur tot 's avonds 7 uur. Toen hebben we wel een keer besloten om één van ons tweeën niet mee te gaan. Maar ja, dat is keuzes die je zelf maakt. Dat weet je van tevoren. Het is wel zo, je moet een hond hebben die gewend is om alleen te zitten. Hij moet gewoon heel de dag alleen in de camper kunnen zitten en dan mag hem de buren niet horen. Dat is ons vereiste. Dat is wat wij belangrijk vinden. Ja. Ja, ja, ja. En dat is een kwestie van trainen, zeg maar. Ik denk dat er ook wel een beetje is de aard van de hond. Heb bijvoorbeeld een Border Collie, dat is een heel drukke hond, of een Jack Russell. Die zal daar misschien makkelijker geluiden van buitenaf op reageren. Maar zij ligt er nou ook bij. En zo ligt ze ook heel de dag in de camper als wij niet thuis zijn. Voordat wij een excursie hebben, ga ik eerst een wandeling maken van 3 kwartier een uur. Komen wij s'avonds terug, ongeacht waar we heen geweest zijn, een wandeling van 3 kwartier tot een uur. Maar dat ben ik thuis ook gewend. Dus hij moet wel zijn beweging hebben. Ik denk wel dat je je vakantie een beetje aan moet passen aan je hond. Je hebt hem eenmaal bij, dus je moet je wel rekening mee houden. Kijk, als wij met zo'n georganiseerde reis heb je excursiedagen. En dan blijft het dus thuis, maar wij zorgen er wel voor, die vrije dagen die we hebben, dat we met haar bezig zijn en dat ze ook beweging heeft en dat ze ook actief is. Dus dan is het niet erg dat ze een keer een rustdag heeft, dat ze een dagje thuis moet blijven, want dan heeft ze de beweging toch wel gehad. Al is de hond ouder, het maakt niet zoveel uit. Het belangrijke is hij van tevoren ook regelmatig een aantal uren, en dan praat ik gauw over 6-7 uur alleen geweest. Dus dat hij zijn behoefte niet kan doen. Het hele jaar door spaar ik kleingeld op in dit oude kauwgompotje. En dat kleingeld gebruik ik onder andere voor de wasseretten. Maar ook daar betalen we een kopje koffie voor. Als je een euro voor een koffie moet betalen, dan is het handig om even met dat kleine geld bezig te gaan. De wasmachine kost 8 euro, dus dat ga ik nu uittellen. Dan vragen jullie natuurlijk af waarom ik de was naar de wasseretten doe. Nou, ik vind het prettiger. Je kan heel veel machines tegelijk gebruiken. Waar je op een camping altijd moet wachten op een machine. En ik vind het ook wat frisser. Want ik zie ook op campings gebeuren dat wasmachines gevuld worden met hondendekens. Of met strandbadlakens vol zand. En dat vind ik toch wat minder fris. En vandaar dat wij naar een wasserette gaan. Half uurtje draait de wasmachine, daarna een half uurtje de droger. Dan ben je nog een kwartiertje of zo aan het vouwen. En met anderhalf uur zit alles weer schoon in de kast. Het voordeel van deze wasseretten, die we nog kennen van vorig jaar, is dat je de camper eigenlijk vlak voor de deur kan parkeren. En dat is natuurlijk hartstikke handig met het heen en weer brengen van de spullen. Ik ga jullie nog even iets anders laten zien wat me opvalt hier. Hier zie je een aantal campers staan. En er zijn er al ook een flink aantal weg, want die heb ik net weg zien rijden. Dit is een parkeerplaats en deze campers hebben hier natuurlijk overnacht. In de verte zie ik er nog meer staan. En als je op deze plek staat, dan sta je nog geen 100 meter afstand van de zee. Deze plek is nieuw voor ons. Ik heb hem nog niet eerder gezien. En het ziet eruit als een openbare parkeerplaats. Zeg maar een soort gedoogplaats waar heel veel camperaars staan. Puur om te overnachten natuurlijk. Het is ook een drukte van belang hier op het moment om te rijden met campers. Ja, deze plek staat gewoon vol. Zonnepanelen zie ik staan, auto's erbij, aanhangers. Ook hier zie je dus weer, als je aan de kust bent, ook in Portugal aan de Algarve. Ja, de plekken die zijn gewoon heel geliefd. Het staat allemaal vol.
Nou heb je hier dan nog wel iets meer ruimte, maar dat is natuurlijk niet de allermooiste plek om te staan hier. Ga je iets verder het binnenland in, ja, dan is het natuurlijk plek genoeg. Hier staat zelfs nog een ezel, is het? Ja, een ezel die staat hier te grazen. Geen idee van wie die is. En daar staat er nog één. Ik denk dat Wilma wel zo'n beetje klaar is met de was. Ja, en zo kleden we ook een beetje onze vrije dagen in. De klusjes doen, de was doen. Volgens mij heeft Wilma al bijna alles weer in de kast liggen. Bedden moeten nog eventjes weer opgemaakt worden. Dan gaan we verder naar de supermarkt. Die zit hier ook vlakbij. Ik heb nu in ieder geval zin aan koffie. En Wilma ook wel, denk ik. Daarna gaan we dus de boodschappen doen. Dan is het rond de middag. Gaan we lunchen. Waarschijnlijk bij de supermarkt voor. Er zijn ook camperplekken, weet ik. En dan hebben we de hele middag nog voor ons. Wat je veel ziet bij supermarkten in de Algarve is dat ze speciale ruimtes hebben om de campers te parkeren. Dus dit zijn echt parkeerplaatsen die zijn gereserveerd voor campers. En ik denk dat het zelfs wel mogelijk zou zijn en toegestaan om hier te overnachten. Dan kan ik me wel voorstellen dat dit niet een hele geweldige plek is om te overnachten. Want je ziet het, die staat direct aan de N125. Ja, dat is toch echt wel de drukste doorgaande weg in de Algarve. Bij deze wasstraat kon je tegen betaling van een paar euro je camper verzorgen. Maar op dit moment is dat niet meer mogelijk. Ik kan nog niet inschatten of dit voor vast of tijdelijk is, want zo te zien zijn de wascabines worden allemaal vervangen. Zijn allemaal ingepakt. Maar hierachter was dan de plek, hier kon je grijs water lozen. Nou, te zien aan al het wc-papier gooien mensen hier nu ook hun toiletten in leeg. En bij deze ruimte hierachter kon je dan je toilet leeggooien en eventueel schoon water tappen. Wat hebben wij veel gedaan vanochtend? Het lijkt haast op werken. We hebben de was gedaan. We hebben getankt. We hebben boodschappen gehaald. We hebben verzorgd. Nu wordt het tijd om terug te gaan naar de camping. En dan gaan we lekker verder genieten van de zon. Dat teruggaan naar de camping heeft nog wel wat voeten in aarde. Want we staan heel veel te wachten voor verkeerslichten. Het is maar een heel klein stukje, maar het is hier heel erg druk. Dit is echt de doorgaande straat van Aljo. We zijn terug bij de camping. En geloof het of niet, maar in het stukje naar onze plek, 600 meter, liggen 11 drempels. Dit is de vervelendste. Die anderen zijn ook vervelend, maar dit was een hele hoge. Nog één. Ja, zo hoor je dus. Zo gaat het bij ons. Dus opletten tot het eind. We zijn gearriveerd op ons plekje. Hé, hey, daar komen de reisleiders aan. Erik en Wilma. Eergisteren hebben jullie een enorm teleurstelling moeten verwerken toen de pasta de nata er niet was. Maar deze. Wij komen ons beloftes na. Alsnog. Geniet ervan. Lekker, lekker, dankjewel. Ja? Ja. Hé, hey, tot straks. Tot straks. We zijn bezig met de laatste uurtjes op deze camping. Morgen hebben we dus een reisdag. We gaan Portugal verlaten en we gaan Spanje weer in. Nou, dat is altijd een goed moment om weer even bij elkaar te komen. De reisleider die geeft informatie, die is al druk bezig om informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld over de rit, hoe laat we aan kunnen komen op de camping. En bijvoorbeeld het feit dat het in Spanje een andere tijd is. Hier is het nog een uur vroeger, dus als we Spanje zijn, zijn we direct al een uur later. Nou, we gaan er nog even gezellig van genieten.
En morgen dus een reisdag. En we zijn er alweer, onze volgende bestemming. De groep die druppelt weer langzaam binnen, nog niet iedereen is er, maar wij staan al op ons plekje. We hebben een prachtig plekje. We staan in een plaatsje en dat is alweer een oude bekende van ons, namelijk El Rocío. Dat is dat stadje met alleen maar die zandweggetjes, misschien weet u het nog wel. Dus we zijn hier al een keer geweest, maar niet op deze camping, want toen stonden we buiten het stadje, precies voor het politiebureau. Nou, deze keer dus op de camping. We blijven hier een week staan. We hebben nog een vol programma te gaan en dat gaan we allemaal in de volgende aflevering laten zien. Tot zover dan deze aflevering. Hopelijk vond je het weer leuk om naar te kijken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Denk even aan een duimpje omhoog en aan het abonneren natuurlijk. De groetjes van Wilma natuurlijk. En dan zien we jullie graag bij de volgende aflevering van Camper TV in actie weer terug.